Super leuk dat je weer kijkt. Ik hoop dat jullie de vorige video leuk vonden. Mochten jullie nog niet alles gezien hebben, dan kan je bij mijn Instagram TV of op viva.nl alle video's terugkijken. Deze week gaan we weer heel veel leuke dingen doen voor het huis. Er staan weer heel veel dingen op het programma en nu gaat het echt heel erg leuk worden. Want al het staal zit in het huis. Alle vloeren en dingen die helemaal schuin waren, alle balken zijn vervangen. Dus nu zijn er een beetje soort van alle saaie achter de schermen dingen die wel heel belangrijk zijn en eerst moeten gebeuren. Ze zijn eigenlijk zo goed als af. Ze zijn nu een beetje bezig met muurtjes plaatsen. En ja, als ik nu rondloop, krijg ik gewoon zoveel inspiratie en zoveel ideeën. Je kan gewoon nu gewoon veel beter zien hoe het wordt. Dus ik zal jullie straks ook nog even meenemen in een rondje om het huis. Veel kijkplezier! Mijn hele vorige huis was zeg maar dit. Ja. Vind ik in principe wel mooi, maar ik vind het zo fucking saai. Ja. Dus ik wil iets meer richting de kleur. Ja. Alleen, ik heb ook nog een man des huizes die niet alles met me eens is. Dus ik heb Jet ingeschakeld om mij te helpen met inrichting en gekke behangetjes vinden en kleuren. Oké, dus we moeten eventjes kijken. Zullen we even de tekening erbij pakken? Ja. Kunnen we misschien een beetje best aan tafel doen. Want voor de badkamer. We hebben zeg maar een roze wasbak laten maken van roze onyx. En daaronder willen we met van die houten latjes willen we zeg maar het badmeubel hebben maken. Ja. En dan wil ik van die vissenschubben tegeltjes daar weer tegen. Ja, wat echt. Wat, ja, wij hebben hier, als je kijkt. Wij hebben hier zeg maar, als je wil naar de kelder dan. Ja, ik vind die echt fantastisch. Maar en die pink champagne dan? Ja, ik vind die te paars. Maar dat is persoonlijk. En ik vind dit hier. Je bent, alle kleuren maken wij zelf. En hier ben ik heel lang bezig. En dan gaat het nog een meer grijs, nog meer grijs. Maar dit is ook een hele toffe kleur. Verdomme. Maar die is denk ik net niet roze genoeg. Dat denk ik ook niet. Nee. Want ik moet even, ik heb foto's van dat blad. Maar je moet wel realiseren, op een groot vlak, hier is hij al een beetje roze, op een groot vlak wordt het ook gewoon... Ja, dat is waar. En hoe zit jij in die trend met het plafond verven? Ja, meestal. Maar in dezelfde kleur? Ja, dat vind ik wel heel mooi. Zeker in kleinere ruimtes. Kijk, als jij je badkamer gaat doen en je doet je wanden deze kleur, ja, dan zou ik toch wel nog van meenemen. Ja, ik vind het heel cool. Bo moet nog een beetje wennen aan het idee dat we misschien een roze kamer krijgen. Maar hij is wel kleurenblind. Dus ja, dat, is helemaal top. Zeg ik het gewoon niet. Dan zeg ik nee, maar het is een soort van lichtbruin, warme lichtbruin. Het is net geen roze. Het lijkt roze, maar het is het net niet. Maar ik vind dit dus ook echt mega vette kleur. Ja. Voor een woonkamer of zo. Misschien met die bruine bank er zo tegenaan. Ja, ik vind dit helemaal top. Ik vind dit erbij ook heel cool. Kijk, we hadden het nu eventjes zo getekend. Dit is een optie van een behangetje wat ik wil. Daar gaat dit echt mega goed bij. Maar nu, dit is zeg maar de bank. Gaan we dan Merlomania bij doen. Ja, ik ben helemaal fan van Merlomania. Het is ook gewoon echt een gezellige kleur voor de woonkamer. Wijn, kaas, kaarsjes, van die mooie gouden kaarsen. Oké, dus dit is een goed idee voor de eerste. De kinderkamers. Mm-hmm. Ja, Yuki is nu dus helemaal in één keer anti-roze. Dus ik weet niet wat verstandig is om voor haar te doen. Volgens mij zit haar eivingerbehang zit hierbij. En dan deze lampjes er zo boven. Is toch te leuk? Helemaal leuk. En dan een mooie kleur erbij. Ik denk dat ik een soort van voorstel moet doen wat niet te roze is. Die? Ja, ik vind oranje echt heel lelijk. Ja, ik vind dit echt perfect. Dit is toch helemaal cool als we dat niche in deze kleur verven. Ik denk dat dit best wel een veilige basis is met die gouden stipjes, plafond, nee. Plafond, muren en dan gordijntjes, deze lampjes er leuk bij. Raaf is helemaal into tractoren. En nou heb ik hier dus het allercoolste tractorbehang gezien. En ik weet dat hij daar zo gelukkig van gaat worden. Dit vindt hij mega leuk. Ik vond zelf deze gordijnen, Sage, die hadden we in ons vorige huis ook, vind ik nog steeds super mooi. Ja, maar die kunnen hier heel mooi bij, hè? Die kleuren daar hartstikke leuk bij, want het heeft 120 groen.
En dan zou je wel weer zoiets bijvoorbeeld ernaast kunnen zetten. Precies. Als je hem dan beu is, dan heb je ook nog niet zo'n chaotische kamer waar je niks meer bij kunt doen. Oké, dit is leuk voor Ravi dan. Ja. Sunny Pani. Heb ik toevallig ook van Pimpelmees. Deze vind ik mega leuk. Alleen we moeten even kijken. Ik vind dat, ik weet dus niet, ze hebben allerlei verschillende kleuren daarvan. Goed, ik vind dit vind ik gewoon net niet. Dan moeten we inderdaad voor die warmere gaan, deze. Ja, dit is mooi. Of dit? Dit is die Velvet Fudge. Maar ik vind het wel een beetje oranje. Ja. En ik hou gewoon echt niet van oranje. Dit? Deze vind ik mooier, denk ik. Dit vind ik ook mooi. Mud Soldier. Of lichter. Nee, niet lichter. Die is ook mooi. Zou ook nog kunnen. Ja. Die ogen. Dus en dit is Xani Ravi Yuki. Allemaal net een andere kleur. Ja, maar wel in dezelfde lijn. Ja. Zie je dat? Zo mooi. Zo ga je het helemaal met elkaar verbinden, ja, weer. Dit is de woonkamer. En dit waren dus ook nog opties voor eventueel in de keuken bij dat ene muurtje, toch? Ja. 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 Die neem ik ook mee. Nou, de rest kunnen we eigenlijk pas echt goed uitkiezen als we alle dingen hebben. Ja, de badkamer. Ja, ik denk toch. Ja, ik denk dat we daar echt moeten afwachten wat hij zei over dat we dat badmeubel hebben van Solid. Maar ik vind zelf pink champagne echt helemaal de bom. Ja, dat is toch helemaal kicken. Ja. Oh, yes. Hier zit hij ook in, zie je? Ja. Kleur. Kijk, dit wil ik dus heel graag in mijn slaapkamer. Ja, dat is top. Daar zou dit ook nog wel bij kunnen. Dat is ook mooi. Vind ik het mooier. Misschien moet je wel die mix maken op zolder. Want je hebt ook nog bij de trap heb je nog zo'n voorstukje, toch? Ja. Dat je daar die lichten doet en dan kom je binnen en dan heb je deze tegen die wand aan zitten. En dat je dan dit in de badkamer doet. Nou, oké, dus dit is stapeltje badkamer, slaapkamer. Kinderen, badkamer, slaapkamer, beneden. Nou, we zijn in ieder geval een heel eind nu. De Merlomania is de winnaar, hè? Godverdomme. Ik kwam uit het niks. Ik had nooit gedacht dat ik ooit dit zou willen of mooi zou vinden. Dat is toch gek, hè? Oké, dit is de buit, jongens. Oefenpotjes. Stalen. Dit is de buit. Ja, ik moet Bo gaan overtuigen van meer kleur in het huis. En niet alleen meer kleur, ook wat gewaagdere keuzes. Zoals roze en rood. Nou ben ik zelf totaal niet van het rood. Maar ik heb een rood gevonden bij Vesting die ik echt fantastisch vind. En nu wil ik daar dus de hele kamer, inclusief het plafond, mee verven. Nou, je begrijpt, Bo was hier totaal niet voor te porren. Maar ik moet eventjes gaan checken, want ik moet gewoon mijn zin doordrijven. Dus ja, dat zijn hele leuke dingen. Ik ben ook al iets meer bezig met de badkamers en de kinderkamers. Ja, we lopen een beetje achter op schema met het uitzoeken van tegels. Want ja, Bo is fucking druk en ik krijg hem gewoon de hele tijd niet mee naar een tegelwinkel. En daarbij was het heel moeilijk om naar tegelwinkels te gaan. Omdat die fucking winkels allemaal dicht waren. Dus dat is nu allemaal weer een beetje open aan het gaan. Dus ik ben een beetje aan het inplannen dat we daarheen moeten. En vooral veel moodboards aan het maken dat ik gewoon precies weet wat ik wil. Ik heb voor de kinderbadkamer ongeveer elke kleur gehad. En ik denk nu, het palet wat ik nu in mijn hoofd heb, is het eerste palet waar ik echt helemaal blij mee ben. Dat is donkerblauw, goud met bronstinten en een stukje met behang. Maar niet elk behang is hier geschikt voor. En ik kreeg natuurlijk ook al meteen weer van Bo een nee, want die vond het onzin behang in de badkamer. Maar goed, we gaan het zien, we gaan het zien. Wat doe je? Gewoon even de mensen laten zien hoe je echt bent. Nou ja, hoe ik echt ben, is onaardig. Onsympathiek, neurotisch, dwangmatig. Hoe zeg je nog meer? Altijd mijn zin doordrijvend, drammerig. Maar wat staat daar op de muur nou? Niet hakken, omdat daar een lekkage was. Heeft niks met kleur te maken. Kijk, ik vind deze kleur gewoon. Oeps.
kom doen we roze. Twee mooie kleurtjes. Mooi. Is dit roze? Nee, dit is de Madonna. Madonna. Dit gaan we op het plafond doen. En dit. Pink champagne. Voor in de slaapkamer. Mooi. Maar dit is toch een vette kleur zo? Ja. Oké, dank je. Voor de... Kat in het bakkie. Wat? Voor de badkamer. Ja. Maar dus ook een beetje in onze slaapkamer. Want ik wil dit een beetje doortrekken, dit kleurenpalet. Maar dit wil je ook op het plafond? Ja, dit wil ik op het plafond. En dan met pink champagne in de mix. In welke... En die Merlot Mania. In welke kamer? Slaapkamer en badkamer. Oké. Okay. En doe die pink er eens naast dan? Dan moet je wel even met een andere kwast doen, anders dan heb je een mix kleur. Ja, maar die heb ik even toevallig niet bij me. Kijk. Dit is dus niet echt roze. Nou, je kan het vanaf hier met de... In het licht, je kunt het... Waarom doe je het niet even in het licht? Je doet nu de donkerste plek. Snap ik, maar kijk heel even. Ik mag nergens lopen, want de vloerverwarming is net gelegd. Dus ik mag nergens lopen alleen in dit stukje. Maar kun je het niet hier doen? Doe even aan de andere kant. Doe even daar. Dit vind ik echt mega, mega, mega vette kleur. Je ziet nog steeds weer zo slecht. Ja, maar daarom is het juist goed, want je moet dus overal zien, zeg maar, elke ruimte heeft een andere lichtinval. Dus dit is onze slaapkamer. Dus nu zie je bijvoorbeeld hoe het dan bij mijn make-up hoekje wordt. Zie je, dan is het een hele andere kleur dan als je het bijvoorbeeld daar ziet. Maar het is dus niet echt roze. Het heet pink champagne. Alleen die naam al. Onze slaapkamer wordt pink champagne en Merlot Mania. Dat is toch al helemaal de bom. Ik zou het ook wel cool vinden, misschien hier voor een scène. Dan word je natuurlijk helemaal gek. Ja, ik vind het echt een hele vette kleur. En doe je andere nog eens? Niet zo vals lachen jij, hè? Dit is ook nog iets wat we zouden kunnen doen, bijvoorbeeld met de balken, weet je wel? Dat je bijvoorbeeld de balken, dat je nog een kleur ertussen zet en dat je dan bijvoorbeeld de balken deze kleur gebruikt. Hier een beetje van gekost. Vind ik echt heel vet, weet jij? Ja, niks meer aan doen. Hou maar zo. Oké, dank je. Mooi toch? Ja. Kijk, hier zijn ze dus bezig met de dekvloer. Hier zie je de vloerverwarming. Dat gaan ze morgen verder afmaken. We zijn hier vandaag bij Saartje Prum. Daar heb ik een afspraak kunnen maken. Ik was hier zelf nog nooit geweest. Ik had hun eigenlijk ontdekt via Instagram. Omdat toen Yuki 2,5 werd, heb ik hier haar bedje gekocht. Want zij wilde een grote meidenbed. En als je dan gaat verdiepen in kinderbedjes, dan kom je echt in een hele andere wereld. Maar ja, hier hebben ze allemaal van die superleuke huisjesbedden. Het bedje van Yuki is er niet. Maar wat deze bedje zo handig maakt, is dat je zeg maar 3 kids kwijt kan. Dus hierboven kan er eentje slapen, hier in het huisje. En hieronder is toch een lade waar ook nog een matras in kan. Dus ja, dat is super handig voor logeerpartijtjes of gewoon, ze spelen er ook gewoon heel veel op. Dus ik dacht, ik ga hier eventjes kijken. Ik had op Instagram gezien dat ze allemaal hele leuke behangetjes hebben en kussentjes en allemaal leuke prelaria voor de kinderkamers. Dus ik dacht, ik ga hier eventjes kijken om een beetje inspiratie op te doen.
Oké, ik wilde even kijken voor beddengoed. Want ik zie altijd op Instagram en overal zie ik altijd zeg maar van die perfect opgemaakte bedjes. En ik denk dat ik misschien iets te lichtzinnig heb gedacht had over, ja, hoe zeg je dat, dekbed overtrekken. Want dat maakt gewoon wel echt de kamer. En dingen zoals dit, dit is toch te leuk voor een Ravisch kamer. Ik bedoel, hij is een leeuw. Ja, dit is te gek. Hier ga ik hem heel erg blij mee maken. Oh, leuke kleden ook. Oh, dit is ook leuk. Kijk, dit vind ik dus mega leuk. Die een beetje truttige bloemetjes. Alleen, zou dit ook voor een jongen kunnen? Kijk, dit is toch gewoon een cool kussen voor een jongenskamer. Maar dan toch een beetje met mijn panther vibe. Deze vind ik heel cool. Alleen dan moet ik me misschien wel een beetje aan het kleurenschema houden. Ja, ik vind dit heel knus. Ik denk dat die jongens dit te meisjesachtig vinden. Ja, ik vind het gewoon helemaal leuk dat dat bloemetjes nu zo in is. Je kan natuurlijk ook voor kiezen om bijvoorbeeld een sprei te nemen zoals dit. Ik denk dat dit een sprei is. En dan gewoon een... ja, dit is ook leuk. Een andere kleur of een lichte kleur, gewoon een beetje een effe kleur dekbed overtrekken. En dan gewoon met accessoires een beetje pimpen. Maar ik ben er gewoon achter dat alle kamers die ik op Pinterest mooi vind, die hebben gewoon echt van die super mooie bedjes. Gewoon mooi opgemaakt. Dus ik denk dat ik daar maar eens even in ga investeren. Dit vind ik ook heel cool kussen. Ook niet zo super truttig. Oké, maar nu zie je dus wat er bij mij gebeurt. Ik vind alles leuk en ik wil eigenlijk van alles hetzelfde. Oh, dit is trouwens heel leuk, dat behang hebben ze hier ook. Ik heb in het vorige huis, met Creative Lab Amsterdam, heb ik behangetjes ontworpen zelf voor de kinderkamers. Die kan je dus gewoon nog steeds bestellen. Dit is de Ravi. Een heel leuk met drie aapjes, Yuki, Ravi en Xani. En natuurlijk stoer Koele Panter. En dit waren papa en mama, zei Ravi altijd. En dit is de Yuki. Mega leuk. Mocht zij zelf de dieren bepalen die ze erop wilden. Ze wilden flamingo's en ze wilden een panterkat. Vet leuk. Die kan je dus gewoon nog bestellen. En dan maakt het dus niet uit wat voor muur je hebt. Ze kunnen hem precies zo knippen en bewerken dat hij altijd kan. Leuke tip, jongens. Oh, ik zie een panter. Ja, je begrijpt. Deze moet ik gewoon hebben. Er is gewoon geen discussie over mogelijk. Deze is de bom, die gaat sowieso mee. Heb jij misschien nog een paar leuke adviezen of zo die je kan geven? Want kijk, ik heb dus net een beetje de kleuren bepaald voor de kamers. Mm-hmm. En ik ben er dus achter, ik heb altijd een beetje te licht, denk ik, gedacht over dekbed overtrek. Yeah. En ik heb het idee dat ik een beetje een trend aan het ontdekken ben. Dat juist de bedjes en de overtrekken super belangrijk zijn voor een kinderkamer. Mm-hmm. Terwijl ik altijd dacht, ja, boeien, dan neem ik gewoon van Hema of zo. Ja, ja. Maar op Pinterest of zo, of elke kamer die ik cool vind, merk ik dat het een leuk overtrekje heeft. Ja. Maar kijk, ik vind bijvoorbeeld dit blauw superleuk. Alleen, ja, ik ben gewoon bang dat mijn jongens zoiets hebben van, ja, ik ga niet onder een bloemetjesbed slapen, mam. Oké. Mm-hmm. Dus ja, heb jij ook iets... Ik bedoel, ik vind dit ook heel mooi. Ja. En dan kan je er misschien iets meer pimpen met accessoires. Ja, inderdaad, met hoeslaken of zo. Want de kleur, even kijken, wat is de kleur op nou, de kamer? Bij Ravi is het een beetje, ja, eigenlijk deze kleuren, ja, groen, oker, blauw. Ja. Xan is een beetje iets meer oker en ja. Yuki hebben een beetje die oud-roze ding. Okay. Dus ja, Yuki heeft nu een beetje een irritante mood, want die zit nu een beetje van, nee, ik wil alleen maar dino's, tijgers en alles. Ja, wat... kan over een maand weer anders zijn. Precies. Ja, inderdaad. Maar zo'n bloemetjesding voor Yuki zou ik toch wel echt te cute vinden. Ja. Ja, en weet je, dat kan je natuurlijk wel weer combineren. Dus het is een beetje van allebei, denk ik. Dus stel dat je voor Yuki iets van een bloemetje kiest. Want dan vind jij het gewoon heel erg leuk. Ja, maar wat ik dus ook wel een beetje vind, is dat ik vind het wel moeilijk om... ik wil zeg maar ook niet mijn hele zin bij haar door haar strot duwen, nee, snap je? Nee, dus het moet een beetje van allebei zijn. Ja. Maar kijk, als ze zegt tijger, dan kan je bijvoorbeeld wel zeggen... Ja, dit vindt ze heel cool. Dit erbij. Ja. Dat is dan van jullie allebei, weet je. Dan is zij ook blij, denk ik. Omdat er gewoon wel weer iets in zit. En dan zou je bijvoorbeeld een mooie hoeslaker erbij kunnen doen. Ja. Kijk, geef je weer net een beetje meer kleur erbij.
Ja, dit vind ik al sowieso een hele vette kleur. Iets met oud roze, dan kan je iets met een beetje groen erbij, is ook wel heel tof. Ja, oh, dat vind ik ook heel leuk. Kijk, dan is het net weer even, anders wordt het een beetje te veel ja. Met terracotta, dus heb je wel een goede mix erin. Mm-hmm. Even kijken, je zei ook iets oh my god, van... kijk even hoe cool dit is. Ja. Oh, deze, ja die wil ik, zou ik gewoon in mijn eigen kamer willen. Dit is toch niet normaal. Kijk, eigenlijk vind ik voor Ravi, ja. Die heeft gewoon eigenlijk niks meer te zeggen, nee. Vind ik dit kussen ja. Met dit ding en dit beest. Ja. Dat is toch helemaal de bom? Ja, superleuk. En dan kan je dus nog best wel een even rustig, ja. Kijk heel even. Ja. Nou, dit is toch te gek. Ja, I love it. Want ik vind dit ook wel gewoon een beetje een soort van stoer jongens, hoe zeg je dat? Een beetje zo'n ouderwets streepje. Ja, precies, dat woord zocht ik. Dat is gewoon heel tijdloos. En als je voor hem, ik heb hem dus niet meer, maar je kan voor hem natuurlijk bijvoorbeeld ook zeggen, ik ga een beetje voor deze zitten. Ja. Gewoon even. Ja. Ja, dit is toch te leuk setje. Kijk, deze maar dit past perfect, kijk. Ja. Oh ja, dat vind ik ook heel leuk. Want dan heb je wel gewoon een rustig dek met overtrek, maar er zit er nog wel even iets geks in, zeg maar, met een leuke print. Heel gaaf. Ja. Nou, ik wist dus niet dat het voor jongens zo makkelijk was. Ja. Ja, leuk hè? Ja, dit vind ik helemaal te schattig. Ja. Ja, en voor Yuki, ja, ik vind deze twee kussens echt de bom. Ik denk dat ze het zelf ook vooral heel leuk vindt. Denk ik ook. Tenminste, dit spreekt kinderen heel erg aan. En dan heb je toch wel iets met tijd. Ja, en dus gewoon echt een mooie knuffel, als in... Ja. Ja, en dan, dan koop ik een paar van die leuke manden... En dan mag ze zeg maar al die lelijke troep daar. En dat is wel het chillen van dat huisjesbedje. Ja. Want nou ja, Yuki heeft dan net een ander model. Maar dan hier kan je al die lelijke troep duwen. Klopt. Ja, dan zet je deze in het zicht. En dan zet ik dit gewoon zo in het zicht. Dan is ze helemaal fashion. Ja, ik word hier helemaal blij van. Ja. En dit vind ik ook helemaal de bom. Ja, echt superleuk. Hey. Die aannemer van ons, die heeft een muzieksmaak, helemaal goud. Hey. Ja, jongens, ik sluit deze vlog af met gemengde gevoelens. Ik heb namelijk een hele belangrijke strijd verloren van Bo om een bloemetjesbehang. Ik zag het helemaal voor me. Ik zal hem even hieronder erin plakken. Een te vet bloemetjesbehang in die grote ruimte zeg maar, waar de vierde zit. Maar hij is er gewoon compleet voor gaan liggen. En nu is tot mijn grote verdriet dat behang verbannen naar de toilet. Dat doet dus echt pijn. Wat ook pijn doet, is dit oog. Mijn lieftallige baby, Xani, die smeet gisteren een lepel naar mijn mond. En zoals jullie zien, was het een voltreffer. Ik klink ook een beetje verkouden. Ik heb geen corona, want we zaten net in de auto en Bo liet een hele bot fart. En die rook ik totaal. Dus niks om je zorgen te maken. Ik ben vandaag op pad met deze twee schattenboutjes. Hallo jongens! Die zitten lekker chocola te vreten, want die gaan altijd naar de Bagels & Beans, of ze willen altijd naar de Bagels & Beans. Vroeger wilde ik altijd naar de Bagels & Beans voor matcha latte. Maar ze hebben vrienden gemaakt daar, hè, Rashid, en die verwendt ze altijd met bakjes chocola. Dus je weet wel hoe dat gaat. Zodra we de deur uitgaan is het, mag ik naar de Bagels & Beans? Mag ik naar de Bagels & Beans? Volgende week staan er weer heel veel leuke dingen op het programma. Ik hoop dat je weer kijkt, want nu wordt het echt leuk. Want het huis begint steeds meer vorm te krijgen. Dus tot de volgende keer. Doei!